Het onderdirectoraat veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in samenwerking met de Food and Agriculture Organization een pluimveeproject uitgevoerd in het inheemse dorp Apetina. Met ondersteuning van de United Nations Development Program Suriname en de Kuluwayak Foundation is dit project tot stand gekomen in het resort Tapanahoni en wel in het districtie Paluwini. Door de kwikvoorkomens in de rivieren in het district Sipalwini als gevolg van de goudmijnactiviteiten die al daar plaatsvinden, is er een tekort ontstaan aan eiwitvoorziening. In dit kader heeft het ministerie van LVV uit een telefoortproject 30 dorpsbewoners en 10 leden van de Kulawayak Foundation getraind in het opzetten van kippenhokken, het kweken van pluimvee en het uitbroeden van kip eieren. In het Telefood project was begroot de opzet van vijf uh, kippenhokken met elk 150 kippen. Met elk 150 kippen, door eigen inzet en creativiteit van uh, de dorpsbewoners van Apetina, zijn er in totaal zeven kippenhokken opgezet. Voor de uitvoering van dit project heeft LVV gekozen voor de lokale Surinaamse kip, de Osofodus. Dit vanwege het feit dat deze kip de lokale klimatologische omstandigheden kan verdragen en gemakkelijker te voeden en te kweken is. Een ander voordeel is dat de ossoforo haar eigen eieren uitbroedt.